Deze video is persoonlijk van karakter, is voor mijn vrienden, mijn geliefden, mijn familie, mijn kinderen. Weet je, je kan allerlei video's maken voor algemeen nut. En dat is goed. Maar uiteindelijk is het toch het belangrijkste wie dicht bij je hart is en hoe het daarmee gaat. En dat je daar iets moois tegen kan zeggen. Weet je, als er een keer in een periode komt dat je niet meer in staat bent om iets leuks tegen ze te zeggen, bijvoorbeeld gestorven bent of er is iets anders overkomen waardoor je niet meer gewoon in staat bent, dan is het fijn dat je dat al hebt gedaan. Veel mensen stellen alles uit, ook de mooie dingen in het leven, maar soms gebeurt dat helemaal niet meer. En dat zou heel erg zonde zijn. Dus als jij een vriend van mij bent, als je mijn geliefde vrouw bent, als je mijn kinderen bent, mijn vrienden, mijn familie. Ik hou heel erg veel van jullie. En we hebben het heel erg leuk samen gehad. En mocht het zo zijn dat er een keer een tijd is dat we elkaar niet meer kunnen zien, weet dan dat ik heel veel van jullie hou. En dat ik ook echt naar uitkijk om elkaar weer te zien. Als het niet hier is, in dit samenstel, dan misschien in de toekomst weer, in een paradijs. Kijk. Jullie hebben mij leren kennen als iemand die niet een beetje is, maar die er helemaal voor gaat. En ik heb ook vrienden om me heen die ook betrouwbaar zijn, die echt een goed hart hebben. Wat mij heel erg goed doet. Ja. Als ware gewoon een soort hechte broederschap en dat we er voor elkaar zijn als het slecht gaat. Maar ook als het goed gaat, dat je mooie dingen samen kan delen. Ik heb ook hele lieve ouders, maar die heb ik op dit moment niet meer omdat ze gestorven zijn. Ik kijk er wel weer naar uit om ze terug te zien in het paradijs. Maar ik heb ook nu mensen in mijn leven die ja, een soort surrogaatouders een rol spelen. Ja? Sommigen zijn zowel vriend als surrogaatvader. Denk bijvoorbeeld aan Frank en Rosarinho, die naast de vrienden ook hele goede ja, ouderlijke dingen voor mij doen. Maar ook om mijn schoonfamilie. Papa Rudy en Moeke. Dat is toch heel erg van belang. Ik heb ook een hele lieve broer, mijn broer Donovan. Waar ik echt heel veel van hou. En ik ben ook heel erg trots op jou, jongen. Want je hebt toch gewoon al je leven doorgezet. Je kon de waarde installeren in je kinderen. Wat ik graag zou willen doen. Omdat je samen met Tiziana dat doet. En samen mooie dingen doet. Waardoor je toch eigenlijk gedeeltelijk zelfvoorzienend bent. Maar meer belangrijk, nog veel belangrijker, dat je ze in liefde opgroeit. Opvoedt, de kinderen. En dat je dat huisje van liefde, wat we eigenlijk ook hebben gehad in onze opvoeding, ook weer doorzet daar. Hele goede vrienden hebben we het over gehad. Hè? We hebben het gehad over Franco, echt een goede vriend van mij. De zoon Thiago, hè? Die hoort er ook bij. Jeroen heb ik een hele fijne tijd mee gehad en nog steeds. Maar zo heb ik er meer. Hè. Ik heb een vriend van mij, bijvoorbeeld Chris. Ik heb Damien, waar ik mee ben opgegroeid tijdens het academische leven, waar ik nog steeds een heel hechte vriendschap mee heb. Maar ook mijn broer is gewoon ook een hele goede vriend van mij. Of mijn vrouw, mijn lieve vrouw Pauline, die is naast mij. Echtgenote. En wat een echtgenote is ze. Ook gewoon een hele goede vriendin van mij. En we hebben echt maatjes van elkaar. En als je een liefde in je leven kan vinden, zoals ik heb met mijn vrouw, mag je heel erg je handen dichtknijpen. Als je goede vrienden hebt, mag je ook heel erg je handen dichtknijpen. Ik heb ook twee hele mooie, lieve kinderen, Nikita en Anakin. De omstandigheden, hè, zie ik ze weinig. Komt ook dat er natuurlijk een andere rol in speelt. Hè. Ik had ze graag, wat jullie graag willen opvoeden. In één lijn, in plaats van dat iemand steeds een andere lijn uitvoert. En wat ik tegen jullie wil zeggen is, ik hou ook heel veel van jullie. Het is niet jullie schuld dat er een scheiding is gekomen. Dat is een volwassen kwestie. Dat was ook niet mijn intentie, hè, want ik wil altijd tot het einde toe, zoals jullie mij kennen, ervoor gaan. Maar als iemand anders besluit, is dat het. Ja. En ik had gehoopt jullie meer mee te kunnen geven voor een langere periode. Weet dat we altijd voor jullie klaarstaan. Er zijn natuurlijk regels, die gelden voor mij, die gelden voor Pauline, die gelden voor jullie, die gelden voor iedereen.
Maar we houden heel veel van jullie. En jullie zijn altijd welkom. Ik heb ook een hele mooie familie. Ik denk vooral aan de familie in Luxemburg. Ja. Laurent Piret. Maar ook een zoon, Joël en Steve. En Fabienne die ermee getrouwd is. Hele mooie tijden samen doorgebracht. En hopelijk nog veel meer te gaan. Maar ook Hans en Tini, die toch als het ware ook, hè, dat over vader en moeder hebben ze toch geprobeerd. Ze zijn heel lief. Ze zijn ook lief voor mijn moeder en vader. Dus daar ben ik echt heel erg trots op. Jongens, die dag iets persoonlijks is ook pas op zijn plek. Vergeet nooit, ga ervoor, geef niet op. We zien elkaar weer. Echt waar. En we kijken uit naar een tijdje en dan gaan we een mooi feestje vieren. Ja, soms zijn er periodes die misschien heel zwaar zijn. Maar als je het goede blijft doen, dan komt alles goed. Ja. Jehovah God is getrouw. Hè? En vergeet niet wat je allemaal hebt gedaan. Maar die vergeet ook niet wat je nu ondervindt. En met die beproeving zal hij ook de uitweg geven. Dus het komt goed. En zelfs als het nu niet goed komt, dan komt het in de toekomst goed. Want dan zien we elkaar weer na een opstanding. Hallo vrienden, dit is een video voor jullie. En vooral om gewoon vast te houden wat we hebben en het verder uit te bouwen. Zodat ook voor de volgende generaties dat het leuk blijft. Weet je nog dat we samen gingen klimmen? Dat we elkaar omhoog trokken, hè, waar het nodig was. Lekker gingen buggy rijden, karten, driftcursussen deden. Heel veel plezier samen. En het zou jammer zijn als het allemaal een beetje uit elkaar gaat, individueel wordt. In plaats van ook samen lol hebben. Natuurlijk, je bent jezelf, je eigen individu, je hebt je eigen zin. Dat is allemaal prima. Maar belangrijker dan dat alles is dat ik jullie wil bedanken. Gewoon dat jullie vrienden zijn van mij. Ja? Recente vrienden, bijvoorbeeld Mark. Mark, fijn om jou te zien, jongen. En ook hoe je je best doet om toch steeds het grote belang voorop te stellen. Jezelf weg te cijferen. Maar ook vrienden die ik al heel lang heb. Ja? Pak een Jeroen waar ik eigenlijk een paar jaartjes tussen heel mijn leven heb gekend. En alleen die paar jaartjes ertussen is omdat jij jonger bent. Ik ben ook heel blij met mijn broer Donovan, die eigenlijk heel mijn leven lang mijn vriend is geweest. Ik had ook een hele goede vriendschap met mijn vader en moeder, maar die zijn er niet meer. Maar hij zit nog wel hier, hè? En dat is van belang. Damien. Gozer, wat hebben we toch veel lol gehad. En wat ben ik trots ook op jou. Ja, dat je gewoon doorzet. Het zal echt niet altijd makkelijk zijn. Maar probeer ook je eigen lijn te houden. En niet alleen maar wat van buiten afkomt. Dat geldt voor ons allemaal. Maar je eigen identiteit, dat is belangrijk. Dat is voor ons allemaal belangrijk. Ook voor jou, Don. Je doet het hartstikke goed, jongen. Ik ben echt trots op jou. Maar hou je eigen identiteit vast. Als iets belangrijk voor je is, hou dat vast. Dan geef dat door ook aan je kinderen, wat je ook aan het doen bent. En dan maken ze mooi werk, wat ik zei, van generatie op generatie. En ze zullen allemaal hartstikke trots zijn op jou. Ja? Dick en Eddie ook zien wat jullie allemaal hebben gedaan en trots op jullie. Maar ook Jeroen, waar ik het over had. Je bent gewoon een topgozer. Je hebt het echt niet makkelijk gehad. Je bent inspirerend, positief. Maar zorg ook dat je de belangrijke dingen in het leven naar je toe trekt, jongen. Het gaat niet alleen maar om de knikkers. Het gaat om de liefde in je hart. En die heb je. Je hebt een heel mooi hart. Maar laten we er een feestje ook van maken in de toekomst. Ja? Hou gewoon vast wat van belang is. En grijp dat anders weer vast als je het even losgelaten hebt. Dat ze met z'n allen lekker het paradijs in gaan. En daar ook weer doorgaan met onze avonturen. Je hebt ook een hele lieve vader, die ook een soort vaderfiguur voor mij probeert te zijn. En ik waardeer het enorm. Ja. Het is een eer om de zoon van hem te zijn en de broer van jou te noemen. Ook Steve. Steve, jongen. We hebben toch een mooie tijd samen gehad. En soms kiezen mensen net een iets andere richting. Maar ik ben trots op jou. Heel erg trots op jou. En je hebt zoveel goede dingen gedaan. Ja, wat ook inspirerend is voor mij. Samen met Sharon. Dat is toch super mooi, man. Ik ben ook blij met mijn familie, hè, wat ook vrienden zijn van mij. Ik heb een andere Steve, dat is een schoonbroer. Dat is de Steve-broer en de schoonbroer die allebei Steve heten. Maar hoe mooi is het dat we gewoon samen de juiste dingen proberen te doen. Hè, in een wereld die echt niet makkelijk is.
Ik ben ook trots hoe jij je leiding geeft in je gezinnetje. Dat ik ook een hele lieve schoonzus erbij heb. En lieve neefjes en nichtjes. Echt gewoon fantastisch. Marijke, je bent ook echt een lieve zus voor mij. Dankjewel. Maar ook bijvoorbeeld mijn schoonvader. Hè? Papa, Rudy. Wat fijn om jou als vriend in mijn leven te hebben. Naast een vaderfiguur ben je ook gewoon echt een vriend van mij. Dat waardeer ik enorm. Je hebt veel inzicht, maar je hebt ook een heel goed hart. En dat is het belangrijkste. Je bent ook niet iemand die alleen maar babbels heeft, maar niet bestaat. Je staat er ook gewoon. Een eer om jouw vriend te mogen zijn. Maar ze zijn er nog veel meer. Veel en veel meer. Ja? Frank, wat ben jij lieve vader en vriend van mij? Dan heb ik een lieve moeder en vriendin aan Rosarinho. Wat heb je een mooie zoon voortgebracht, Thiago? Zo, Thiago, ik hou ook echt heel veel van jou, jongen. Laten we het gewoon mooi houden. Mooier maken. En wat er ook gebeurt, niks kan het kapot maken als we maar vast blijven houden aan wat juist is. Ja. Laten we dat echt doen. En je kan zeggen, ja, dit en dat. Er zijn allerlei redenen om iets niet te doen. Als je een stok vindt om een hond te slaan, zou je die altijd vinden. Maar als je stok zoekt om een hond te slaan, zou je die altijd vinden. Maar als je stok zoekt om met een hond te spelen, zou je die ook altijd vinden. Dus de stok vind je. En dat geldt ook van excuses. Dat geldt voor al mijn vrienden, niet voor één specifiek. Of aan de andere kant, redenen om het toch te doen. Ja, ondanks dat het moeilijk is. En als je toch doet wat, ondanks dat het moeilijk is, dat bouwt karakter. En zo zijn we als vrienden, toch? Zo probeer ik ook een vriend voor jullie te zijn. En waarom deze video nou? Nou, misschien komt een tijd dat het niet zo makkelijk is om jullie nog een keer te bedanken. Maar ik dank jullie vanuit mijn hart. Ik ben echt heel blij met jullie. Dag lieve vrienden. Dit is weer een onderdeel van mijn dankbaarheidssessie. Mijn hele speciale. Want het gaat over mijn dankbaarheid voor mijn lieve vrouw Pauline. Wat is mooier dan om samen avonturen aan te gaan. Samen voor elkaar te zijn. Als de ene valt, de andere de handen omhoog trekt. Elkaar te verwarmen, elkaar lief te hebben. Op allerlei vlakken. En samen een avontuur aan te gaan. Wat niet alleen nu is, maar tot in alle eeuwigheid door zo kan duren. Hè? Wat wij in God geloven en God is loyaal. Als wij goed dingen doen, zal hij ons ook helpen. Maar wat is dus mooi om zo'n lieve vrouw te hebben, die niet alleen van buiten een schoonheid is, maar ook een heel mooi lief hart heeft. Ja, die heel veel dingen heeft geleerd. Ja, zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. Dingen die misschien moeilijker waren in haar verleden, dat ze dat nu gewoon doorgegroeid is. Dat is toch heel erg mooi, hè? Dat je ziet hoe iemand zich ontwikkelt van het ene persoon naar de andere. Niet dat je verkeerd bent. Want ik heb altijd tegen gezegd, je bent gewoon mooi zoals je bent. Ik zou het ook heel hypocriet vinden om iemand te willen veranderen. Mannen willen meestal dat een vrouw hetzelfde blijft. Hè? Vrouwen willen meestal hun man veranderen. Maar bij mij is hetzelfde. Ik wil dat jij blijft zoals je bent, want je bent een heel mooi persoon. Dat gezegd hebben, dan vind ik het heel mooi als iemand elke dag probeert de beste persoon te zijn die die kan zijn. Dat probeer ik zelf. Dus hè, ondanks dat veel mensen blij met mij zijn, ben ik ook blij met mezelf. En dat is goed. Ik ben ook heel blij met jou. Maar elke dag probeer ik een betere persoon te zijn. Ook een betere echtgenoot voor jou. Ja, niet omdat ik denk dat ik zo'n rotte echtgenoot ben. Absoluut niet. Maar als die nog beter kan zijn, waarom zou je dat niet doen? En dat doe jij ook. Dat is zo fantastisch. En wat is het fijn dat er iemand is die in je leven zorgzaam is. Die meedenkt, die intelligent is. Die zorg uit kan breiden ook naar gedeelde visies, die blij kan zijn als ik blij ben, maar ook verdriet met jou kan hebben. Een echt maatje. Je bent niet alleen mijn vrouw, lieve schat, je bent ook gewoon echt een maatje van mij. Een heel belangrijk deel van mijn leven. En ik hou heel veel van jou. Elke dag weer. En als ik ook naar je kijk, ben ik heel trots op jou, schat. Heel erg trots. En dat is iets wat van groot belang is. Wat er ook gebeurt in het leven, ik zal altijd trots op jou zijn. En ik ben blij de tijd die wij samen hebben gehad. En ik hoop dat we nog heel veel tijd samen mogen hebben natuurlijk. En dat we ook voor altijd er voor elkaar kunnen zijn. Ja, dat we dit avontuur wat we zijn aangegaan verder kunnen uitbreiden. En gewoon ook samen kunnen genieten. Niet alleen van het harde werk. Want harde werk, het is fijn als je daarvan kan genieten. Maar ook
vooral van elkaars omgang. Hè? En dat we zien wat we toch samen kunnen bereiken. Ja? Ik hou heel veel van jou, schatje. En ik ben ook blij dat ik een fijne familie bij heb gekregen. En ik weet ook zeker dat mijn moeder was al heel trots op jou. Maar ook de rest van mijn familie. En mijn broer en schoonzus, mijn neefjes. Ook aan de zijde van mijn broer. We houden allemaal van jou. En je hebt ook je best gedaan voor de Kita Nenneke. Dat waardeer ik ook echt enorm, schat. En mijn vader heeft je nooit leren kennen. Maar die zou heel, heel trots op jou zijn. En er komt een tijd dat we elkaar gewoon allemaal weer kunnen zien. Lieve schat, hou je sterk. Je bent niet alleen. Ik hou altijd van je, schatje. Deze is voor jou, Don. Mijn lieve broer. Ja. Altijd al samen avontuurtjes beleven. Eerst kleine avonturen. Want, ja, wat doe je samen? Je hebt een broertje die jonger is. Je neemt die mee. Je vindt het altijd leuk, want je hebt altijd iemand om mee te spelen. Je houdt heel veel van hem. Je hebt wel gezien hoe die groeit in de buik. En daarna als kleine jongen, baby. En dan steeds bij de hand was je. Ja? Je had altijd de visie dat je eigenlijk dingen wou zoals jij wou. En ik vond het leuk om daar mee te werken. Niet dat ik zelf geen eigen gedachten heb, maar ik vond het gewoon leuk om ook iets voor jou te maken. En dat je gedachten die je had, ook echt zo goed mogelijk konden worden geprobeerd. En vaak lukt het dan ook. Dat is toch mooi? Dat ook samen de tropische visjes, guppies, zwaardragers, black mollies. Ik geloof ook nog hoogvinkarpers, maanvissen hebben gehad. Echt voor allerlei dieren, ook reptielen en amfibieën. Wat een leuke avontuur waren dat. Ja. Ook samen voeren een pomp die in de kabel lag, die altijd een geluid maakte. Hoe leuk is dat? Fretjes, hamsters, cavia's, konijnen, katten. Ja, mijn naam is Sheila. En ook, je hebt ook gewoon genoten van mijn honden. Ja. Maar het belangrijkste is, jongen, je bent er altijd voor mij. En ik ben er altijd voor jou. Wij zijn gewoon hecht. We zijn zo. En dat is eigenlijk het enige stukje wat er qua geslachtslijn nog over is. Hè? Nu papa en mama er niet meer zijn. Maar weet, jongen, dat ze heel trots op je zouden zijn. Ze zijn altijd trots op je geweest. Maar ze zijn nog steeds heel trots op jou. En we zien ze weer terug. Want je doet gewoon heel erg je best. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je vrouw Tiziana, maar ook voor je lieve zonen, Loren en Rijden. Deze waar ik heel trots op ben, ook als ik zie wat ze doen. Ook voor je Ova, dat is toch gewoon heel erg mooi. Als ik ze zo'n lezingje zie uitvoeren of iets anders, dat is gewoon prachtig, jongen. Ik ben heel erg trots. En weet je wat ik ook mooi vind? Wat ik zelf ook heel graag had gewild, dat je als man en vrouw samen één lijn kan uitzetten hoe je je kinderen opvoedt. Nou. Als een scheiding komt en iemand hele andere ideeën heeft, wordt natuurlijk heel lastig. Maar dat is wel wat ik heel graag had willen zien. En dat is ook gewoon goed om te zien dat het werkt. Ja. En wat heb je geduld voor je kinderen? Ja, wat leer je ze goede, belangrijke dingen? Dan ben je een goed voorbeeld. Ik ben trots op jou, jongen. Heel erg trots. En ik hoop ook dat je die vechtersmentaliteit die jij hebt, hè, die we genetisch hebben meegekregen, maar ook opvoeding. Maar ook die jezelf toegeeft, dat je die vast blijft houden. Ja. Ik kan veel dingen ook van jou leren. Ook al ben je mijn jonge broer, dat betekent niet dat je niet dingen kan leren van je jonge broer. Want je hebt hele mooie eigenschappen. En weet dat ze gezien worden en dat ze gewaardeerd worden. Misschien heb je vaker het idee van, weet je, ik doe het, maar eigenlijk gedraait het toch nergens om. Maar in mijn geval is dat zeker niet zo. Ik ben echt heel trots op jou. En ik weet dat er velen met mij zullen zijn. Want je hebt gewoon hele mooie eigenschappen, jongen. Vertrouwenschappig. Ik had een keer in deze foto, mijn foto in zo'n Viking emulator of zo gegooid. Die dan een beetje een Viking thema iets maakte. Het grappige was, dat als mijn foto in de Viking emulator kwam, kreeg ik een beetje beerbaard groeien, een grote snor en een beetje een Noorse gezicht. Leek ik heel veel op jou. Dus we zijn broers, hè? Veel mensen zien het ook dat we broers zijn. We hebben toch iets andere trekken, hè. Ja. Intro, ik wat meer extrovert. Maar dat maakt niet uit, want je bent ook gewoon, als je iemand jou leert kennen, dan leer je ze kennen als iemand die gewoon heel goed kan babbelen, met een heel goed hart. En je hebt echt gewoon goede ideeën. Ja. Mijn tips zijn, deel wat meer. Ben wat minder voorzichtig soms. Weet je waarom? Als je te veel dingen tot je houdt, sluit je ook dingen buiten. En door dingen buiten te sluiten, verlies je misschien de mogelijkheid om een hechtere band aan te gaan. En dat zou heel erg zonde zijn, weet je waarom? Omdat je een fantastische kerel bent.
Ja. Het zou heel erg jammer zijn als iemand jou niet in jou in zijn leven zou hebben. Of minder. Dat gezegd, je moet kijken wat voor jou werkt. Ik kan wel denken, maar dat kan helemaal irrelevant zijn. Want het gaat erom wat jij van belang vindt, wat voor jou werkt. Maar kijk, vanuit mijn visie is dat een tip. En dan projecteer ik mezelf op jou, wat natuurlijk belachelijk is. Maar ik kom bij de goed hart, hè, jongen. Ik hoop dat je dat wel ziet. En mocht er nou iets gebeuren dat ik je niet meer zie, dan heb je deze video. Dat je weet dat ik echt heel veel om je geef. Ja. En ik doe dat liever nu, in tijden dat dat kan, dan dat ik je op het laatste moment allemaal gehaast moet doen. Maar je bent een topgozer. Je bent mijn broer. En ik ben trots op jou, jongen. Heel erg trots. Ik hou van je. En ga zo door. Laat je niet uit de dood slaan. Sommige dingen kunnen je echt een flinke impact geven. Ik weet er ook alles van. Maar hoe, aan de andere kant, dat zijn ook mogelijkheden om te zien waar je echt van gemaakt bent. Wat je karakter is. En ik weet dat jouw karakter prachtig is en supersterk. En laat dat niet van je afnemen, jongen. Nu niet en nooit niet. We gaan ervoor. Dikke knuffel, jongen. Dag Don. Van je oude broertje, Joon. Hey, lieve schatten. Een video van papa voor jullie. En waarom denk je nou, hè, Nikita? Mijn lieve dochter en Henneke, mijn lieve zoon. Waarom zou papa een video opnemen? Nou, stel dat er iets gebeurt. Ja, als papa iets overkomt of heel ziek wordt. Of op een andere manier niet meer in staat is om met jullie te spreken. Dan hebben jullie deze video. En papa houdt heel, heel veel van jullie. Ik weet dat Nikita in de buik zat, mijn mama. En dat ik het de eerste keer het filmpje had gezien en ook je hartslag had gehoord. Papa 's nachts uit bed ging om toch nog een keer te kijken. Wat zo magisch is dat ik ja, papa werd, hè, van jou Nikita en later van Anakin. Ik ben trots op jullie allebei. Ook met Anakin toen het allemaal een beetje spannend was. Of je wel goed geboren zou worden. Het werd een beetje 2 weken te vroeg geboren. Opgewekt. Maar het ging wel hartstikke goed. Je bent een big one, echt een sterke kerel. Je zijn allebei hele lieve kinderen. Met een heel mooi hart. En papa houdt van jullie, is trots op jullie. En je moet ook weten, hè? Papa en mama zijn uit elkaar, er is een scheiding plaatsgevonden. Maar dat is niet jullie schuld. Absoluut niet. En ik zeg dat uitdrukkelijk, omdat veel kinderen denken dat zij daar een schuld in hebben. Dat even staat nergens op. Echt niet. Echt niet. En het is ook belangrijk dat je een pilaar hebt van de mama en een pilaar van papa, waarop je als persoon op kan groeien. Want uiteindelijk is dat waar je vandaan komt. Misschien zijn er bepaalde personen die iets negatiefs doen of proberen een pilaar weg te zamen, is eigenlijk heel erg zielig voor jullie. Want zonder die andere pilaar, zonder te weten wat papa is, verlies je een heel stuk van je identiteit, eigenlijk beschadigen ze dan op jullie. En dat zou niet de bedoeling zijn. Dus weet dat papa heel erg veel van jullie houdt. En ik heb ook altijd geprobeerd het beste voor jullie te doen. Ook toen bijvoorbeeld een nieuwe vrouw zocht ik iemand die ook goed voor jullie zou zijn. Daar heb ik echt mijn best voor gedaan. En ik heb ook iemand gevonden die ook om jullie gaf. Ja, en nog steeds om jullie geeft. Je bent ook altijd welkom. Ja. Ik denk niet dat we ook regels hebben. We moeten ons aan regels houden. Ja. Dat geldt voor papa, dat geldt voor Pauline, dat geldt ook voor jullie. Maar dat betekent niet dat jullie niet altijd welkom zijn. Dat we niet altijd een plekje voor jullie hebben. Dat we heel erg veel van jullie houden. Uiteindelijk moet je ook als gezinshoofd moet je verantwoording afleggen. Hè? We leggen verantwoording af aan onze schepper. Maar besef goed dat uiteindelijk hè, wat wij doen een weerslag heeft voor de toekomst. Kijk ook wat jullie doen. Dus andere tijd papa en ook Donovan gingen vroeger vooral buiten spelen en veel met vriendjes dingen doen. Jullie doen andere dingen via video's of spelletjes. En dat is ook hartstikke leuk, digitaal tijdperk. Toen ik op die game dingen kon spelen, toen ik 12 was, vond ik ook fantastisch. Soms verloor ik het concept van tijd, dus ik snap het. Het is echt heel erg leuk. En ook verslavend zelfs. Maar wat jammer zou zijn, is dat je de omgeving om je heen een beetje langs je heen gaat. En dat is echt meer het echte leven. In plaats van een digitaal leven wat niet altijd er is. En nog veel belangrijker, het echte leven wat God voor ons belooft. Hè? In de toekomst, Jehovah ons heeft gezegd. Dat gaat komen, een paradijs. Het zou jammer zijn daardoor zo te focussen op dingen wat je nu leuk vindt. Nu, in hier en nu. Dat je eigenlijk de toekomst
een beetje wegschuift. En door de toekomst weg te schuiven, krijg je later misschien problemen. Gewoon in het leven nu om je heen en wat je dan geïsoleerder voelt. En dan grijp je misschien nog meer terug op dat soort dingen. Maar ook nog veel belangrijker in de toekomst. Ja, de toekomst in het paradijs. Want wat ons nu ook overkomt, stelt, als we zouden sterven, stel dat papa nu sterft. Nou, dan heb je deze video leuk en aardig. En daar is hij ook voor bedoeld. Hè? Om jullie nogmaals te zeggen dat ik heel, heel veel van jullie hou. En altijd van jullie zal blijven houden. En trots op jullie ben. En mijn lieve en mooie dochter Nikita. En een lieve en sterke en ook mooie zoon en een kind. Jullie zijn allebei gewoon topkinderen. Ja, je hebt een heel goed hart. Weet je nog wat mijn vader, opa Dick, tegen jullie zei? Vooral tegen jou, Nikita. Je hebt zoveel moois en goeds, Nikita. En liefs. Een klein beetje slecht. Je moet zorgen. Dat moeten we allemaal, hè. Een klein beetje slecht. Nog kleiner wordt. Beetje goed. Grote gedeelte goed. Nog groter wordt. Want dat is eigenlijk de truc in ons leven. Dat je steeds probeert elke dag de beste persoon te worden die je kan zijn. En dat is een strijd. Ja? Maar wel een belangrijke strijd. En als je dat blijft doen, blijf je ook groeien. Niet dat jullie nu niet goed zijn. Ja, nee, goed. Maar je kan nog beter worden. We kunnen allemaal beter worden. En groei is van belang. En zelfs als er dan zoiets gebeurt, hè, iets catastrofisch. Je weet, mijn vader en moeder zijn allebei niet meer. Maar we kunnen ze weer terugzien in het paradijs. Veel belangrijker dan via zo'n videootje. Ja. Er zitten ook herinneringen in jullie hoofd. Die kunnen we misschien wat vervagen, maar zo'n video kan je af en toe erbij roepen. Ja. Belangrijk in het paradijs, wat ons ook gebeurt. Zelfs als wij zouden sterven, of jullie zouden sterven, of wat er ook gebeurt in ons leven. Er kunnen dingen gebeuren wat we allemaal niet kunnen overzien. We hebben een vaste hoop dat we weer opnieuw kunnen leven. Ja, en dan voor eeuwig, zonder ziekte, zonder stress, zonder allemaal ellende. En dat is van belang. Daarom is het ook gewoon belangrijk om daar proberen een verantwoordelijkheid in te nemen. Natuurlijk zijn jullie nog tieners en jong. En je moet gewoon kijken wat goed bij jullie past. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar het zou jammer zijn als je allerlei dingen wel doet. Maar de belangrijke dingen eigenlijk uit blijft stellen of naar achter schuift. Ja, dat is logisch, hè. Als je dingen niet zeker weet. En het leven is super onzeker op dit moment. En het zal nog een heel stuk onzekerder worden. Maar aan de andere kant, het lijkt misschien onzeker om nu te kiezen. En dat is het ook, hè, want het geeft toch allemaal een soort keuzestress, zoals ze dat tegenwoordig ook noemen. Hè, omdat je allerlei opties hebt wat je kan kiezen. Maar aan de andere kant, als je kiest voor iets wat veel meer kracht heeft dan papa. Hè, vroeger zag je misschien als een superman, maar uiteindelijk heb je ook gezien, ik ben maar gewoon een man van vlees en bloed. Ondanks dat je misschien in je hart alles voor je kinderen wil doen, ben je toch beperkt door wat je kan doen in de realiteit. Ja. Stel dat iemand een weg afsluit, wordt het heel lastig, zelfs als je vader als goed wil, om er voor je kinderen te zijn. Probeer het wel, maar het lukt niet altijd. Maar je hemelse vader, hè, die kan er voor je zijn, en die zal er voor je zijn, en die wil er voor je zijn. Ja. Die heeft niet die beperking die wij als mannen van vlees en bloed wel hebben. En kijk, en ik in. Met grote krachten, want je wordt echt een beer van een vent. Je bent al groot, maar je wordt nog steeds veel sterker. Geloof me, je wordt heel veel sterker. Je bent 50% de jongen. En 50% hè, van je moeder natuurlijk ook. Maar je hebt heel veel kracht meegekregen. Maar met grote kracht komt ook grote verantwoordelijkheid, jongen. Onthoud dat. Dat betekent niet dat je je kracht misbruikt of zo, dat is helemaal niet wat ik bedoel. Maar besef dat het niet alleen om kracht gaat. Het gaat ook om de beheersing van die kracht. Ja, het is echt van groot belang. Maar je kan wel heel sterk zijn, maar je moet ook zorgen dat je dat doseert en niet altijd inzet. En Nikita, hoe ben jij ook een lieve, zorgzame vrouw aan het worden? Je was vroeger altijd al iemand die hiervoor koos, hè? Ook voor broertje al het dingen te doen. Je merkt nu steeds meer dat Anakin ook zijn eigen leven wil doen. En dat is ook van belang, hè? Want hij moet zichzelf ook als persoon ontwikkelen. En dat doet hij ook. Maar we hebben jou Nina genoemd, hè? Dus als je kijkt naar je initialen, dat betekent ook moedertje. Dat je heel zorgzaam bent. Ik denk ook dat je dat
die kwaliteiten heel goed kan gaan gebruiken. Dat je een juiste keuze maakt. En Anakin, met je handen werken is iets wat van heel groot belang is. Zeker in deze tijd, hè, waar gewoon vaklui een enorme behoefte aan is. Maar soms ook goed om met je geest te werken, want je hebt ook een hele slimme geest. Niet dat Nikita die niet heeft, maar ben je ook weer heel erg creatief. Dus we hebben allemaal kwaliteiten. Het is niet dat één kwaliteit beter is dan de andere. Creatief is vaak iets wat je met je hart doet. Vroeger wou ik heel graag tekenen. Ze hebben mijn vader tegen mij. Doe dat in je vrije tijd. Maar hoe mooi is het als je daar ook veel tijd aan kan besteden. Aan de creatieve dingen. En met je handen werken. Mijn vader zei tegen mij, je kan hebben goede geest en een kind. Zei tegen mij. Het was jammer zijn als je dat alleen in de bouw gebruikt. Maar de tijden zijn veranderd. Zoveel behoefte aan mensen die goed met hun handen kunnen werken. Maar het voordeel van ook dingen met je geest doen is dat je ziet hoe alles samengaat. En dat je ook toekomstbestendig bent. Ja. Het zijn een paar kleine dingetjes. Hè. Niet dat ik de wijsheid in pacht heb. Maar ik hou van jullie. Dus kom bij de goed hart. En besef goed wat er ook gebeurt. Je opa en oma hielden heel veel van jullie. Ook al zijn ze niet meer. Maar die liefde die blijft. En die zal zich ook weer in de toekomst openbaren. Dus papa houdt ook heel veel van jullie. Heel veel. En jullie zijn schatten. Betekent niet dat je geen fouten kan maken. Papa kan ook fouten maken. Iedereen maakt fouten. Het gaat niet om dat je fouten maakt. Dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is als er een fout is, sta je weer op. Ja? Zoals ook in de Bijbel staat, rechtvaardigen kan 6 keer vallen of 7 keer vallen. En 1 keer meer opstaan dan dat hij valt. En dan nogal steeds goed. En let op, hij werd ook rechtvaardiger genoemd. Dus ondanks dat we zondig zijn, maken we wel eens fouten. Maar het gaat erom, sta je op. En wat ook van belang is, hè, ga niet in de slachtofferrol denken van, het overkomt me allemaal. Zorg dat je kracht naar jezelf terugtrekt. Zodat je zelf in de driving seat zit. Dat je zelf bepaalt welke richting je opgaat. En dan kom je niet in plaats van zwakte, hè, slachtoffer, kom je in plaats van kracht. En dat is van belang. Want daarmee kan je dingen veranderen. En wat ook van groot belang is, wat jij doet, zeker als je ooit zelf kinderen gaat krijgen, is belangrijker nog dan wat je zegt. Je kan allerlei dingen zeggen, maar als je in je hart niet laat zien dat je om iemand geeft, wordt het gewoon heel lastig. En als je zelf kinderen hebt, dan zul je ook merken dat het echt niet eenvoudig is. Maar het is wel alle moeite waard. En besef heel goed, lieve Nikita en lieve Anakin, dat ik heel veel van jullie hou. En altijd van jullie zal blijven houden. En altijd hier een plek in mijn hart voor jullie is. En ook als papa op een of andere manier niet meer zou zijn. Dat ik ernaar uitkijk om jullie weer terug te zien. En dat ik ook vol verzekering weet dat ik jullie weer terug kan zien. En dat ik trots op jullie ben en blijf. Jullie zijn schatten. En ik zie ook heel veel dingen terug van ja, waar jullie vandaan komen. De kant van mij, die ken ik natuurlijk goed. Maar opa en oma en daarvoor nog een neef en nichten. Maar ook van mijzelf. En het is een groot voordeel als je als vader stukjes van jezelf kan zien in je kinderen. En het zijn mooie stukjes. Die zijn prachtkinderen. Papa houdt heel veel van jullie. Tot snel, liefheid. Hey, lieve Frank, deze video is speciaal voor jou. Jij bent mijn spreuken 17 vers 17 vriend, maatje, zelfs pap, om het zo te zeggen. En die broer, die is geboren voor een tijd dat het moeilijk is. Ik heb een hele moeilijke tijd gehad, maar door jou werd het wel een heel stuk beter. En nog steeds, ook als nu het goed gaat na die moeilijke tijd, ben ik heel erg blij met onze vriendschap. Ten alle tijden liefhebbend. En dat is wat in Spreuken 17 vers 17 staat. Ze zeggen dat je geboren bent voor tijden van benauwdheid. Nou, dat is niet zo. Maar je bent er voor altijd. Ja. En ik hoop dat we altijd vrienden mogen blijven. En dat kan ook, want we hebben dezelfde visie daarin. En we kijken ook ernaar uit om dat voor altijd te kunnen doen. En ik hoop dat de tijden komen dat jij nog meer kan genieten. Maar wat ben ik trots op je ook, hoe je dingen hebt ontwikkeld. Ja.
ondanks de beperking, dat je meer kijkt van wat wel mogelijk is. En dat je dat ook gewoon doet. En dat je er ook lekker voor je vrouw bent. En wat heb je ook een mooie zoon voortgebracht, Jago. Ja. Weet je, kijk, als je iemand in je leven hebt die er is om het duister moment wanneer het moeilijk is, dat is zoveel waard. Omdat dan staan er je vrienden niet meters dik normaal voor je klaar, maar jij wel. Jij wel. En dat zal ik nooit vergeten. En hoe mooi is ook iemand dan te hebben die naast geestelijke vermogen, want die heb je echt tot in de diepe dalen. Maar ik ben echt heel erg blij met iemand die dus ook echt daadwerkelijk goede raad kan geven en die met je meeleeft. Belangrijk is, je hebt een heel goed hart. Een heel goed hart. En dat is een groot voorrecht. Een enorm groot voorrecht. En weet je, je wil niet zo op de voorgrond treden. Dat hoeft allemaal niet. Maar als er iets gebeurt, dan wou ik dit toch nog een keertje extra tegen zeggen. Ik heb het ook proberen altijd tegen je te zeggen. Want ik waardeer het. En ik blijf het waarderen. En ik koester wat we hebben. Echt waar. Maar je bent een topgozer. En kijk eruit als we in het paradijs ook samen gewoon hele mooie dingen kunnen blijven doen. En ik ben benieuwd, hè? Om ook jouw jeugdvrienden allemaal te mogen leren kennen. Als het badje dat je vroeger was. En nog steeds, hè. Belangrijk ook dat we als mannen gewoon, ja, eigenlijk jongens blijven. Qua jongens af en toe. Gewoon grapjes maken. Andere leuke dingen. Dat betekent niet dat we niet de serieuze werk aan kunnen. Maar juist door die balans ben je in staat dingen extra te doen. Maar ik ben heel, heel blij met jou. En dan wil ik je ook als getuige opgeroepen, hè, voor mijn huwelijk. Ik ben blij dat we dat op een iets andere manier konden inrichten. Maar dat je gewoon weet dat ik enorm veel om jou geef. En enorm veel waardering voor jou heb. Dat is gewoon echt van heel groot belang. En ik ben heel blij met jou. Heel, heel blij. Dag lief Frank. Gozer.